Mocht u het nog niet weten, het is Kelsember, de maand waarin ik elke dag upload. Mits jullie het aantal likes halen wat ik van jullie vraag, vandaag is dat aantal dit. Prima te doen, toch? Dus like die fucking video nou. Nee, ik zou het top vinden als je even zou liken. Dan kun je morgen weer genieten van een nieuwe. Anders moet ik ze in de prullenbak gooien. Daarnaast maak je ook kans op de limited edition paprika trui. Boom, boom, boom. Als je die wil winnen, dan moet je even je Instagram pagina in de comments zetten. En mij volgen op Instagram. Merry Christmas. 6 jaar geleden was ik voor het eerst op nationale televisie. Bij, denk ik wel, een van de grootste talkshows van Nederland. RTL Late Night met Humberto Tan. Nou ja, sindsdien was ik het mannetje hoor. We hebben het over 6 jaar geleden, oké? Ik bedoel, toen had Enzo Knol nog geen fucking Lambo. Holy shit! Toen had ik ook geen Lambo, nog steeds niet. Veel mensen vinden het vet dat ik op tv ben geweest. Ik vind het gewoon vrij ongemakkelijk. Want 9 van de 10 interviews die ik gegeven heb waren gewoon... Er is ook een woord voor volgens mij. Oh ja, cringe! Peter de Harder en Kelvin Boerma hebben de toekomst. Zij veroveren als cinemates, niet alleen YouTube. Ik moet het even uitleggen. Voor de mensen die het niet weten, met Peter ben ik het YouTube-avontuur aangegaan. Peter en ik heten samen cinemates. Dat was op. Dat was fietsen tegen de wind in. Zwemmen met 18 kilo bakstenen aan je benen. Tegen de stroming in fietsen. Desalniettemin zijn we nog steeds goede vrienden. Peter, I love you. Maar in deze tijd was dit was het ding hoor. Wij waren de shit. En kijk waar ik nu ben. Tussen de kerstbomen. Ook leuk. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had er nog niet eerder in verdiept. Fucking rare tijd. Dat iemand op een tv-programma zegt, nou ja, dat YouTube. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er nog niet echt van gehoord. En dat Instagram, wat is dat dan precies? Leg even uit. Hoe zijn jullie überhaupt de gedachte van, oké, we gaan daar onze toekomst zoeken? Kijk, wij komen uit Groningen. En het is een hele mooie plek om op te groeien. Maar er is gewoon niet heel veel te doen. Boom! Die bom is alvast gedropt. Half Groningen werd boos. Uit een soort van verveling zijn we gewoon begonnen met video's maken. En YouTube was puur een manier om gewoon je video's door te sturen naar je familie en vrienden. En ja. Toen Hoe sluit je ook een zin af? Ja. Dus we kennen elkaar niet. En we zijn... Zweetoksels had ik hier. Ik zat vol met zenuwen daar aan die tafel, joh. Ik kom misschien enigszins zelfverzekerd over, maar... Dat is niet het geval, kan ik je vertellen. Toen helemaal niet met de intenties dat we tot iets groots waren. Tuurlijk heb je natuurlijk altijd de droom dat je een soort filmregisseur wil worden. Maar dat hebben wel meer tienjarige Groningse jongens. Vooral Groningse jongens. Ja. Ik realiseer me nu pas hoe awkward die hele vibe is daar aan tafel. Oh ja, inderdaad, vooral Groningse jongens. Oké, Paul de Leeuw, thanks voor je opmerking. Laat mij even mijn verhaal doen, ja. Dames en heren, we onderbreken deze uitzending voor een korte mededeling. Het is Kelsember. En dat betekent natuurlijk elke dag feest. En naast elke dag een video van mij checken, kun je nu ook vet veel prijzen winnen. Ik ga je vertellen hoe, in samenwerking met McDonald's. Elk jaar in december organiseert McDonald's een digitaal event in de McDonald's app. Dit zijn dagelijks wisselende gratis minigames die gespeeld kunnen worden van 1 tot en met 23 december. En als je wint, ontvang je een X-medal en daarmee maak je weer kans op heel vette dagelijks wisselende prijzen. Ga het beseffen. Vandaag kun je dus het spel spelen genaamd McNugget Stack. En daarmee kun je een fantastische prijs winnen, namelijk... Dus download de McDonald's app en speel de 23 X-Masters minigames en gun jezelf een extra cadeautje deze maand. Terug naar de video, let's go. Het was eigenlijk in de periode dat er YouTubers, zo noemen wij onszelf, zeg maar in de kringen van mensen die hetzelfde doen als wij eigenlijk. Oh my god, wat een kut verhaal. Ja, YouTube was gewoon heel erg geïnteresseerd in de grootte die we toen hadden bereikt, wat duidelijk minder groot is dan nu, omdat het al een tijdje geleden is. Ja, maar ook van... What the fucking awkward kutgesprek! Waar praat ik ook naartoe? Ja, YouTube was geïnteresseerd in de grootte die we hadden bereikt. Wat natuurlijk minder groot is dan nu, want... Nu zijn we een tijdje verder. Dus ja, logisch, Kelvin. Kijk, nu zit je op de 200.000 abonnees. Ja, nou, nu zitten we op 130.000 ongeveer. En we... Ai, die is pijnlijk. Die is pijnlijk. Wat heb je, 200.000 abonnees? Zeg maar bijna de helft. Maar leuk. Dus jullie zijn wereldkampioen? Nee. Ik ben vijfde. Vijf van de 10. Maar goed, ook goed. Ja, precies. Dat is echt het. Dan zeggen we dat we met een crew komen. En dan denken ze dat met allemaal cameramensen komen en geluidsmensen. Oh, mijn vrienden bekend. Ik wilde zo graag een soort, weet je, zo losjes grappig erin zitten. Maar het is zo fucking kut, ouwe. Ik vind het helemaal niet nice om terug te zien. Waarom kijk ik dit? Op YouTube, dus het is een combinatie van... Ja, je moet zeg maar... Oké.
Kelvin gaat even praten, jongens, let op. Ik ga weer wat dom zeggen, komt ie. We zijn heel erg blij dat we zeg maar een publiek hebben. We zijn heel dankbaar voor het publiek. What the fuck lul je nou? We denken van oké, wat wil je misschien zien? Wat gaat misschien wat vaker bekeken worden? Maar wel hopen dat het wel... Wat een... Hij lacht me gewoon uit. Deze guy. Mark Marie... Nee, ik weet niet hoe die heet. Maar hij lacht me gewoon uit. Ik maak mijn zin niet eens af. Kijk. Vaker bekeken worden, maar wel hopen dat het wel... Hij lacht me keihard uit. Ik zeg het niks. Ja, maar je hoopt wel. Maar dat zijn inderdaad steeds minder mensen. Maar wat kijken er nog wel als je wel tv kijkt? Ja, denk maar nieuws. Ja, nieuws kijk ook wel weer terug. Dat is een beetje... Hey. Nieuws kijk je terug? Op dag. Nee, dat ga ik als ik een jaar later. Dat was echt een stijf gesprek gewoon. Maar gelukkig staat het internet vol met nog meer lekker ongemakkelijke interviews. Met mij. Throwback Cinemates, deel 1, 2014. Sinds hun eerste optreden in de Social Club is hun sterrenstatus naar ongekende hoogte gestegen. Met als gevolg heel veel fans. Dat hebben ze er gewoon tussen geplakt. Dit zijn wij niet eens. Oh, we hebben er zo groter gemaakt dan dat we waren. Het slaat echt nergens op. Tot van wauw, deze gasten zijn zo fucking sick. Tot het eigenlijk wel meeviel. Tegenwoordig, met 1,3 miljoen abonnees, nu zijn we sick. Maar nu heb ik niet meer stock footage van fans die bij de parkeergarage staan. Nee hoor, daar doen ze niet meer aan. Die tijd is helemaal voorbij. Je hebt heel veel fans, maar dat doet iets met je. Je ligt wel vaak na te denken van wat voor situatie zitten we nu eigenlijk? Ik had echt slecht geslapen hier. Kijk, die hasses van mij, hé. Je zit wel vaak na te denken wat voor situatie zitten we eigenlijk. Ik geef eigenlijk gewoon een heel dom antwoord. Van ja, dat is ook gewoon een beetje een kutvraag. Lig je daarna te denken naast een paar groupies of... Nee, vaak nog steeds gewoon alleen in bed met een beetje zielige muziek op de achtergrond. Ik weet echt niet wat ik aan het doen was, hé. Hier wonen de grootste fans van de Cinemates. Oh, shit! Oké, dit wordt wat. Dit wordt mooi. Ja, dat klopt. Het hangen ook wel een paar posters. Een shirt ook nog erbij. Is dit dan wat je af en toe met veel trots draagt? Ik heb niet aan naar school of zo. Het is meer, hij is er. Ja. En ze maken leuke filmpjes en ze maken je gewoon blij. Kun je een voorbeeld geven van zo'n bekend voorbeeld waarvan je denkt, zo ga ik het niet doen? Na zijn poort in Amerika en Engeland zijn er seksschandalen geweest met fans enzovoort. Het zijn wel echt vuile teringlijsten, want ze hebben gewoon een quote van ons over seksschandalen in Engeland op YouTube weggesneden tegen vier chickies in een slaapkamer. Ze hebben er echt een naar itempje van gemaakt. Ik zie nu pas hoe nasty dit eigenlijk is. Stel, je telefoon gaat en het is Kelvin of Peter of allebei en die zeggen, ik wil met je trouwen. Wat zeg je dan? Nou, natuurlijk, je zou het overwegen, maar ik zou... Zie je wel. Oh. Nou, dat was dat. Meet and greet met Cinemates. 2014, augustus. Oh. Hoi, ik ben Linda en vandaag zit ik hier in het Vondelpark. Er is hier namelijk nu een meeting van de Cinemates. Oh ja, dit was een meet and greet in het Vondelpark die we hadden georganiseerd. Gewoon voor de lol. Ah, dat was natuurlijk helemaal rampzalig. Misschien hadden we verwacht dat er een soort Enzo Knol-achtige taferelen zouden zijn. What the fuck? Maar het viel eigenlijk allemaal wel mee. Het was gewoon gezellig. Zoals jullie zien staan er natuurlijk heel veel meiden en gewoon mensen achter mij. En ik vind het stiekem een beetje eng. Sean, hij is... Sean kunnen jullie natuurlijk kennen van dit. Daar zit potentie in. Zes jaar geleden was hij gewoon, sidekick van een interview of zo. Lekker Sean. Ik teken het even over. Hey Sean, je broertje was er ook. Ik sta hier dan eindelijk met de heren van de Cinemates. Nou, kom maar op met dat interview. 30 seconden te gaan. Wat vinden jullie ervan? Het zijn meer mensen dan ik had verwacht. Helemaal niet. Je had eigenlijk gehoopt dat er nog meer waren, maar nee. En er zijn natuurlijk heel veel mensen achter. Misschien kunnen we vragen of ze even willen schreeuwen of zo. 1, 2, 3. Nee. Oh, nu komen we op het aller ongemakkelijkste. 25 mei 2010. De Kelvlog on Blog TV. Wauw. Oké, heel even een uitleg. Kijk, tegenwoordig heb je natuurlijk Instagram live en je kan live op TikTok. Je kan overal live. In 2010 hadden we nog geen Instagram live. Dus toen had je blog.tv en dat was een website waarop je live kon gaan. En dat deed ik toen wel eens. Kan niet anders dan dat dit vrij awkward is. Hou je van kaas? Ja.
Kijk ook dit scherm, ouwe. Hè? Hier, blog-tv-chat, Twitter-chat. Iemand anders heeft dit ook opgenomen en gepost. Kun je nagaan. Oh my god. Let's do it. Ah, nou komt die broer achter mij met zijn bronnen, hè? Praat ik ook. Ik kom echt uit Groningen, hoor. Kun je wel weten. Wat op, Kai. Jezus. Waarom denk je zonnebril? Kijk, die fucking zonnebril. Godverdomme. Toch 33 kijkers. Je moet echt dood. Je moet echt dood? Zei ik dat nou? Je moet echt dood. Je moet echt dood. Tegen je eigen broer. Slaat echt nergens op. Kan je een kip na doen? Kan ik wel, maar ga ik niet doen. Gast, doe gewoon een kip na. Ik word gebeld door een onbeschikbaar nummer. Zal ik opnemen? Moet ik opnemen? Kijk die telefoon van mij! Nou, neem eens op, gekkerd. Hallo. Zeg je naam eens? Ik ben Bram. Dit was dus een mattie van mij die gewoon belde voor de grap. Mark, way back. Ik schrijf even een nummer op. Flikker nou op, gewoon, teringleier. What the fuck? Flikker nou op, jong, teringleier. Ja, ik was 14, mijn broer was 16. Die liep natuurlijk de hele tijd de aandacht op te eisen. En dat vond ik bloedirritant. Dus daarom ben ik maar verhuisd. Ik wil gewoon geen filmpjes meer maken bij mijn ouders thuis. Ik werd knettergek. Even 10 seconden stil zijn. Even realiseren wat er allemaal had kunnen gebeuren in mijn leven. Oké, laten we even eerlijk zijn. Dames en heren, dit moment dat ik met mijn handen in mijn hoofd zat, ging er door mijn hoofd heen. Jongens, stel nou dat ik ooit een grote YouTuber wordt. Stel nou dat dat zou gebeuren. Hoe fantastisch zou dat wel niet zijn? We made it. Oké, ik ga nog één ding zeggen. Oké, boom. Geef ons wat advies mee. Tegen mij en ook je 43 andere kijkers. Viva la klootzak. Viva la klootzak. Viva la klootzak. Oké, nou ga ik echt weg, want ik lul altijd veel te veel. Zal ik mijn pet op de cam gooien? Zal ik dat doen? Nee.